Daar zijn we weer. Haha, hallo mensen. Prettig weekend. En top dat jullie weer kijken naar een nieuwe postvlog, hè. Post openmaken. Moet je kijken wat we nou hebben gehad met de post. Dat is een groot pakketje. Wow. Wie is dat? Ik doe naast pas ga ik ook camera en de video's bewerken voor Emiel en Dirk. Super. Perfect. Wat is Tom? En Tom die gaat mee assisteren met het filmen. Yes. Zo is het. Je bent hier 2 dagen per week, hè? Ja, absoluut. 2 dagen per week, ja. Dat is wel handig voor de hoofdvideo natuurlijk. Potverdikke, ja. En dat komt nou ook weer goed uit, want dan kun je gelijk de camera overdragen. Want jij moest dat editen. En ik ga lekker editen. En wij gaan lekker post openmaken. Ja. Ah, ja. Ja, Dirk. We hebben echt veel. En het mooiste is, de grootste stapel. Die staat buiten beeld, ja. Okay, zo is het. Gaan we erin, hè. Oeh. Wil je deze? Ja, die wil ik. Pas op. Dat je niet in je rug steekt. Ho! Dat ging maar net goed, hè? Ja. Faal. Het is natuurlijk ook al weekend, hè? Man. Ja. Oh, er zit een kaart in, volgens mij. Oh. Die hebben we nog nooit gehad. Een kaart? Oh, dit is niet. Het is geen kaart. Oh, joh. Het is al. Okay. Ik denk dat hij aan de andere kant begint. Hier begint hij. Ja. Hij komt uit Den Haag. Beste Milo, Dirk en crew. Enige afleveringen geleden van jullie interessante vlogs zag ik dat jullie beschikken over een tank. Tank? Manual. Manual. In het Russisch. Ik kan deze desgewenst netjes in het Nederlands voor jullie vertalen. Vertalen, ja. Ook testen. Ook de teksten op de bandjes? Bordjes. Oh, ja. Maar die zijn al in het Engels trouwens. Ja, die zijn Engels. Ja klopt. Ja, alle opschriften in de tank zijn in het Engels. Dat komt omdat het natuurlijk geen Russische tank is eigenlijk. Hij is in China gebouwd. En vooral voor de exportmarkt ook. Want daarom is het een type 2, hè. Ja. Type 69 heb je. Die hadden ze voor zichzelf gebouwd. Type 69-1 en de 2 is voor export. De 1 was natuurlijk veel beter. Waarschijnlijk, ze hebben het beste voor zichzelf gehouden. Een NO, weet je wat hier staat? En gratis natuurlijk. Gratis natuurlijk. Een kopie zou hier van handig zijn. Zou hier voor handig zijn? Opsturen of ophalen dit nader te overleggen. Mooi man, toch? Vraagteken. Wellicht komt dit van pas bij de montage van het binnenwerk. Tevens hierbij een tip. ZOZ, nuttige. Een nuttige tip. Ik hou altijd van nuttige tips. Voordat de diverse onderdelen gemonteerd worden, alle betreffende draadgaten met de juiste tappen en snijolie opschonen. Zo ook de diverse draadeinden met het passende snijmoer, denk ik of zo? Ja, ik denk ook snijmoer. En olie opfrissen. Daar snijijzer. Oh, snel. Ja. Het zijn wel aparte maten ja. Maar het monteert een stuk gemakkelijker. Veel succes, met vriendelijke groet. Damien? Damien Jacobsen, het staat hier ook, hè? Toch? Oh, nee, op de envelop. Ja, oh, JM. Ja, ik weet even niet hoe je heet, maar bedankt voor de tip. Ja, super. Ja. En natuurlijk ook heel erg bedankt voor het aanbod. Alleen, wij hebben al een Duitse manual ontvangen. En het is echt zo'n dik boek, zeg maar. Dus als je dat wil vertalen, dan heb je het als een jarenplan, denk ik. Dan hebben wij die tank al gerestaureerd, denk ik. We hadden een app op de telefoon, hè? Ja, dat klopt, ja. Je scannen, bliep, pjup, vertaald, klaar. Klopt, ja. Sommige stukken hebben we ook vertaald vanuit Russisch. Dit is een hele goede tip. Maar ja, dat doen we al. Ja, we hadden al een tap besteld, hè. Klopt, ja. Ik heb gisteren al een heleboel dingen opgetapt en zo. Ja. Dus dat is een goede tip. Dat doen we al. Eigenwijs niet gedaan en een boutje afgetrokken. Nee, echt? Man. Ik heb al een tap besteld. Nee, juist allemaal in die fijne metrische maat en zo. Het was een M6 en daar paste geen tap. Hoe niet? Tuurlijk wel. Hij zat echt in een heel lullig hoekje. Ja, maar daarvoor heb je dat ratelhoudertje. Ja, maar hij kwam er niet eens tussen, dat ratelhoudertje. Het was echt in de punt. Maar het is al opgelost. Het is al, je ziet. Ja. Als ik het niet zeg, dan vind je het niet.
Man. Ja. Ga maar door. Even kijken. Ik heb hier een brief gehad. Wil je deze openen in de postvlog? Uiteraard. Gaan we meteen doen. Dus even kijken. Wat daar staan foto's bij. Wat staat er? Dat staat er. Ja. Even kijken. Hoi, Master Milo en Master Dirk. Ik kijk elke avond jullie video's. Ik vind jullie video's heel leuk en leerzaam. Vooral dat jullie de tank aan het restaureren zijn. Dat is een leuk project en ik kan niet wachten tot hij het weer helemaal doet. Hoe gaat het met de rups van de tank? Hoe ga je ze gangbaar maken? Leuk dat Bas nu filmt. Ha, en nu Tom dus. Hij doet het heel goed. Je ziet nu beter wat jullie doen. En nu zie je Dirk ook vaker in beeld. Ik ben zelf gek op trekkers en vooral vent. Ik ben benieuwd hoe jullie de trekkers gaan repareren. Zouden jullie de vent kunnen laten zien? Groetjes. Succes met de tank en de trekkers. Groetjes Niels. Ik heb zelf mijn Skelter omgebouwd naar een vent trekker. Kijk, die ziet er al vet uit, hè. Dat is toch tof. Die heeft zelf mooi zitten knutselen. Wanneer gaan we eigenlijk aan die trekker beginnen? Nou, dat is een goeie, ja. Dat moeten wij eigenlijk wel doen, want daar staat nou buiten nat te regenen. Oh, kijk daar, joh. Ja. Maar dat is een type 69. Oh, kijk deze. Dat is die ene staat die in Bovington. In het museum staat, hè? Nou ja, die staat in Engeland. Met het hele mooie buizensysteem ook. Maar daar moeten wij naartoe, want die rekken moeten we opmeten. Ja, maar we moeten eerst even deze brief lezen. Oké, lees de brief. Oké, dit is de brief. Die komt ook uit Irak. Beste Milo en Dirk, met veel plezier kijk ik naar jullie video's. De dingen die jullie doen en vooral de gezellige, melige commentaar wat jullie erbij leveren. Ook Bas, de cameraman, is wel een aanwinst. Hij weet leuke shots te maken. Ja, hoor je het allemaal. In een eerdere video vroegen jullie om informatie over de uitlaat van de tank. De constructie met die gaspijpen. In Bovington Tank Museum in Zuid-Engeland staat een tank van dat type met deze uitlaten. Ik heb een beetje onderzoek gedaan en foto's bijgevoegd. Misschien ook een overweging om een mooi camouflagepatroon op de tank te spuiten. Ga zo door, groeten Jan Kees. Ja, maar die foto's hebben volgens mij wel eens toegevoegd, ook al in de video. Zeker, ja, die hadden wij toen gezocht. Ja, dat zijn die uitlaat, dit buissysteem. Hè? Kijk, je hebt daar, zeg maar, ik weet niet of je het een beetje ziet, hier zit die uitlaat, zit zo'n bak. En dan zit van die stijgerpijpen zitten daar langs en lopen dan naar voren. Daar vroegen we ons af waar dat eigenlijk voor was. Maar vermoedelijk is dat voor het rook, voor de rookmachine. Rookgordijn, denk ik. Ja, om een rookgordijn te leggen. En omdat ze gewoon die tanks te mooi vonden en dus ja, toch een beetje minder mooi wilden maken. Het is niet zo fraai, die buizen. Maar die klep, die hebben wij dus. Die buizen hebben we alleen niet meer. Maar dat zijn gewoon standaard stijgerpijpen. Tenminste, gasbuizen. Die kunnen we namaken. Die moeten we namaken. Dat is zo. Die moeten er wel weer op. Want die hingen er oorspronkelijk aan. Ja, en dit, hè. Dit, die rekken. Deze. Die rond de koepel zitten. Kijk hier. Die hebben we er niet bij, hè. Je ziet daar zo'n hekwerk rond die koepel zitten. En nou is het eigenlijk zo, je had ofwel dit systeem rond de koepel zitten, of er zaten van die beugels aan, van die infanteriebeugels zijn. Hè? Dat is eigenlijk voor mensen die op de tank zitten, die meerijden, die kunnen daar aan vasthouden. Die zitten er bij ons niet aan. Er zaten bij ons wel allemaal bevestigingspunten om zulke rekken erop te zetten. Dus vermoedelijk hebben die ooit er wel aangezeten, maar ik denk dat die... Zijn niet gedemonteerd. Ja, dus die eraf geschroefd hebben of zo. Hier ligt gewoon een extra luchtfilter. Ja, dat zie ik. Zie je, we moeten naar Bovington, want dan gaan we de luchtfilter halen. Die hebben we nodig, kijk maar. Die moeten we hebben, ja. Oké, laten we verder gaan. Yes! Hey, je hebt een pakketje. Ik heb al een pakketje, ja. Pas nou op dat je niet in je rug steekt. Deze hoef je niet met de mensen open te maken. Ik maak er ook alvast in. Hey joh! Er zit een telefoonhoesje in, volgens mij. Oh. Even kijken. Beste Milo en Dirk, we kijken iedere dag met veel plezier en interesse naar jullie werkplaatsvlogs. En aangezien jullie nu al een tijdje de postbusvlog hebben, leek het ons leuk om jullie ook eens iets op te sturen. We bezitten over een lasergraveermachine en gebruiken deze voornamelijk om telefoonhoesjes te graveren. Met bijvoorbeeld bedrijfslogo's of afbeeldingen naar wens. We hadden bedacht om een telefoonhoesje te maken met het Master Milo logo erop en jullie dit op te sturen als geschenk. We wisten welke telefoon Milo heeft, dus dat hoesje hebben we al kunnen maken. Aangezien Dirk ook bij het team hoort, kunnen we er voor hem misschien ook één maken, als hij dat wil.
Dit kan wanneer we weten welke telefoon hij gebruikt. Verder wensen we je veel plezier met je nieuwe hoesje en veel succes met het verder opknappen van de tank. Groeten Remco en Remy uit Schimmert. Oh, dus hij heeft gewoon een telefoonhoesje gemaakt. En ik heb hem al hier. Kijk hier dan. Oh, maar hij is echt wel vet, hè. Oh, joh. Met Indie erop. Kijk hier. Wow. Dat ziet er wel gaaf uit, joh. Dat is inderdaad wel echt... dat is chic, hè. Ja, mooi, hoor. Ik doe hem er meteen omheen. Kijk. Ja, die moet wel vervangen worden nou, natuurlijk. Ja, dit is allemaal een... Kijk. Oh, er zit ook al een sticker achterop. Dat was gewoon een sticker, ja. Even kijken, hoor. Teen eromheen doen, dat is wel het... Hij heeft ook zo'n stootrand. Ja, dat is een degelijke dit, dit hoor. Dit is zeker een degelijke. Kijk eens aan. Hé. Hey. Zo, mooi man. Zie je dat? Ja, dat werkt ook gewoon. Oh? Ja, dat ziet er goed uit. Dat ziet er zeker goed uit. Wat voor tikken. Ja, dan moet je even vertellen welke telefoon je hebt. Zo'n eentje wil ik natuurlijk ook. Ja, ja. Even laten zien wat voor telefoon dat je hebt. Maar ik weet niet wat voor telefoon ik heb. Had me maar ook gewoon zo'n prachtige iPhone aangeschaft. Ik heb een Honor. Oei. Honor 10. Dat man. Honor 10. Ik denk niet dat ze daar een hoesje voor hebben. Ik denk het ook niet. Maar dat maakt niet uit. Mooi man. Oké, maar ik heb ook een pakket. Heb jij ook al een pakket? Oh. Dat is al leuk. Hier zitten spannende dingen in, hoor. Wat zit... Hé, wat is dit? Nee, dit is mijn pakket. Oh, sorry. Er zitten... Oh, stickers natuurlijk. Ja, die ook. Oh, kijk hier, joh. Even kijken, mooie machines. Dat was het voor vandaag. Oké. Loonbedrijf Altena. Ik denk... Oh, kijk Oh, dit is een boekwerk. Nee. Gewoon aan elkaar geplakt. Aan Emiel en Dirk. Hoi, ik kijk altijd jullie video's en dat vind ik ook heel erg leuk. Mijn opa kijkt ook Master Milo en ik hoop dat dit in de video komt. En willen jullie een shout-out naar Stan Altena en Sen Harlamp. Handkamp. En ik verheug me op de tank. Als die klaar is, De groeten van Stan. De groeten van Stan. Doeg. Doeg. Loonbedrijf Altena. Ja, daar komt het vandaan. Kijk, en daar zitten... er zijn waarschijnlijk wat foto's van de trekkers. En de machines. Hè? Kijk, eraan. Maar we hebben nog stickers ook. Ai. Nog meer reclame stickers. Die moeten we dadelijk even opplakken. Wat is dit? Oh joh, een sleutelhanger. Een bieropenertje. Ja, hey, inderdaad. Zal ik jou wat laten zien? Je hebt dezelfde met de andere gravering. Precies dezelfde, denk ik. Maar niet met die gravering erop. Hier. Hé, hey, ja. Hey, inderdaad. Het is hem. Het is hem, inderdaad. Hey, ik ga ondertussen een pakketje openmaken. Maak er nog eentje open. Ik maak er een open. Hier zit een brief bij aangeplakt, denk ik. Even kijken, hoor. Ah, ja. Vervolg van de brief die in het pakketje zit. Oh. Dan... Jij hebt de mooie. Dat wordt spannend. Vervolg van de brief die in het pakketje zit. Ik zag al iets van de gas N20, maar... Wat zou het zijn dan? Moet je niet eerst dit lezen dan? Ja, maar dat zit er niet op. Hier, er zit een brief in het pakketje. Ja, maar ik denk dat je toch wel... Dat moet je toch wel eerst lezen? Nee. Vervolg van de brief die in het pakketje zit. Oh, dan moet je... Zie je? Dat ze, het, er moest nog iets bij en dat ging niet meer omdat alles al ingepakt zat. Oh ja, mij. Dus hij was even wat voor vergeten misschien. Dat denk ik. Ja, we hebben een mes, hè? Ja, maar ik weet niet wat erin zit. Dadelijk snij ik hetgeen wat erin zit kapot. Ja, het is wel van de gas M20 zo te zien. Er staat iets bij, ja, van de gas M20, ja. Ik denk dat ik dit wel even moet snijden. Hop. Pas nou op dat je het niet kapot maakt. Ik doe mijn best. Oh, maar hij heeft het serieus ingepakt wel. Het zit degelijk ingepakt. Het is een operatie. Ik vind dat lang duurt, man. Zit me nou niet op te jagen, jongen. Kom. Ik ben al zenuwachtig. Het is weekend, toe rustig. Ik was al zenuwachtig toen ik begon, man. Het wordt nou alleen maar erger. Er zit in ieder geval... Oh, een vlieger.
Wat is het dan? Oh, nee, nee. Oh. Dat zijn verfroerstokjes. Verfroerhoutjes. Nou, die zijn serieus wel handig, hoor, die houtjes. Er zit een heel boekwerk bij, man. Man, wat is dit allemaal? Er zit een heel liedje bij. Ga hem zingen. Ga jij vast zingen. Oké. Okay. Sinterklaas kapoen. Even kijken. Ah, hier begint het. Hallo Emiel en Dirk. Hierbij verfroerhoutjes om de verf om de tank mee te spuiten. Ik kan niet wachten tot de tank rijdt. Groeten uit Westkapelle Zeeland met vriendelijke groet Leender Verhulst. Dit is het wapen van Westkapelle. Dit is het Westkapelles volkslied. Ja. Omstreeks 1930 schreef hoofdonderwijzer Piet de Vos de tekst van een liedje dat hij later zou gaan gelden als volkslied van Westkapelle. De tekst getuigt van de liefde voor en de gehechtheid aan het dorp dat iedere inwoner kenmerkt, jong en oud. De tekst werd geschreven op de melodie die zou zijn gecomponeerd door de collega van de Vos, Houtenkamer. Wellicht heeft een bestaande melodie als voorbeeld gediend. Nou, ik vind dat jij hem moet zingen. Jij maakt hem open. Dus. Ja, maar ik weet de melodie niet. Oké, okay, ik wel. Oké, okay, nou, zing het maar dan. Ik doe de melodie, jij doet de tekst. Prima, begin eraan. Aan drie kanten in S loopt het. Het klopt, het gaat, het wordt niks, man. Oké. Okay. Het is een heel lied, man. En maar, een boel verfhoutjes. Er is dus niemand die de melodie weet. Nee, ja, maar er staat er niet bij. Er staat er tussen de melodie. Hier hebben we in ieder geval het wapen. Nou ja, het is wel leuk natuurlijk. Dit is natuurlijk voor de zangers thuis. Die kunnen hier nu fanatiek meezingen. Wij komen niet veel verder dan Hey Marloes, ga onder de douche, toch? Precies, wat was het ook weer? Hey Marloes. Ja. Ja, die dus. Oké, okay. We gaan even verder. Ja, hey, nee, hier zit nog iets. Man. Vervolg van de brief die in het pakketje zit. De brief die in het pakketje zit klopt nu niet meer, maar dan kan je de verfroerhoutjes voor de gas M20. Hieronder een paar verfstrepen om alvast in de stemming te komen met de kleur voor de gas M20. En heb er ook nog twee roze strepen bij gedaan voor Dirk. Roze is voor echte mannen. Kijk, zo wou ik. Zo, hoppatee. Kijk, lekker hoor. Nou, dat vind je mooi hè. Daar ben ik blij. Waarom is die auto van jou dan niet roze? Omdat ik eigenlijk niet mijn favoriete kleur is. Oh! Een roze bril! Nee, ja. Deze was dus ook echt voor Dirk, hè? Ja, dat staat erop. Het staat als ontvanger Dirk Roze staat erop. Ja, het is gewoon... Kijk, dit brilletje. Kijk, die is er gewoon... Ja. Die is shit. Die moet je de rest van deze vlog deze wel ophouden. Hou ik wel op, hoor. Ja, mooi, hoor. Ik moet ook eventjes kijken. Kijk eventjes. Ik maak ondertussen... Ja, dat is een lekker brilletje. Dat ziet er goed uit. Ja, lekker, hoor. Hé, hey, die zit... Ja, volgens mij hebben we weer een... Misschien is het weer een vlag of zo. Ja, of het zijn hartjeskussentjes natuurlijk. Dat kan ook. Hou nou op, ja. Dadelijk krijgen we die dingen. Ja, dat had ik de vorige keer al besteld. Als we die krijgen, dan neem je ze mee naar huis, jongen. Ja, dan leg ik ze in mijn bed. Dat vind ik fijn. Even kijken, hoor. Hey, een brief erbij. Hallo Milo, Dirk en Bas. Omdat ik altijd met heel veel plezier naar jullie vlogs kijk... en er ook nog wat van leer qua optimisme en doorzettingsvermogen... heb ik een drietal t-shirts voor jullie laten maken. Oh. Misschien ook een goed ontwerp voor de merchandise. Als ik er niet één extra had laten maken voor mezelf... dan zou ik er onmiddellijk eentje bestellen. Grappig is dat mijn vriendin ook iedere avond trouw meekijkt. Ook met heel veel plezier. Ze zal wel een oogje op een van jullie hebben. Dat zal dan wel op mij zijn, want ik kan niet voorstellen dat het op jou is. Dat was dan weer onaardig, maar ik denk ik doe het maar gelijk voordat jij hem maakt. Ja, hè? Nee. Ja. Gelukkig ben ik knapper, dat zegt hij dan. Kapper. Goed. Knapper. Kapper. Nee, ja. Gelukkig ben ik kapper. Ja, nee, dat zou kunnen toch. Ja. Groeten Frans V. Hey, maar eens even kijken, want hier zijn een aantal... Hey, maar die moeten we wel even aandoen dan ook. Dat vind ik wel. Even kijken. Oh, dus dat. Dus ja, dat is... dus dat, hè? Ja. Dus dat.
Kom, die gaan we aandoen. Ja, dat vind ik wel stoer. Even kijken. Oh ja, hij is ook gewoon zo. Ja, dan moet ik hem ook aan. Oh, kijk. Oh, roze. Roze. Ja, die is voor jou. Dat kan niet anders. En welke kleur? Oh, hier is een... Ja, ja, ja. En roze, dus dat. Dat is leuk. Nou, ik doe hem gelijk aan. We hebben gewoon gratis bedrijfskleding gehad. Dus dat. Mooi, man. Ja, deze vind ik mooi. Die ik ga dat is grappig, want daar hadden we het al een keer over. Zeg, daar moeten we... Volgens mij zei je, kijkers dat al. Dat we dat shirt van moesten maken, ja. Ja, nee, dat is wel vet. Moeten we misschien ook echt maar doen dan, hè? Ja, dat is wel leuk. Ja. Ik vind het tof. Kijk daar, hij heeft hem ook al. Ja, ja, Bas is ook volledig in stijl. Ja, mooi, man. Hé, maar nu... De big one. Oh, die mag jij. Dit is van die Frans. Hoezo? Mag ik die? Ik heb net deze opengemaakt. Zeg hem maar ook. Ik wil die ook openmaken. Oké, ik maak hem open. Dit mes? Hoppa! Oh, misschien hoeft dat niet eens. Ik... Nee, nee, dat moet gewoon hard op de grond moeten... Oh, jee. Oh, nee, hier, joh. Kijk hier. Ja, nee. Oh, gast, ik mag hem open. Ja. Hé, hey, doe het allemaal maar. Nee, jij dan, hè? Oh, ja. Doe hem maar zo. Oh, ja. Oeh, zo denk ik. Kijk. Hé, hey, joh. Hallo, hey. Milo. Hallo, Dick. I built your Rolgolf 2.0. 2.0. Hè? To thank you for your great videos. I have a new project with a 4K. My Rolgolf is broken. The roof of my workshop fell on it. Oei. Dat is I'm niet going best. To fix it. Kalf... Hoe heet die? Kalf... Kalk Mike. Ja, maar dat is die... Oh! Hey, ja, ja, kijk dan dit! Wat? Hij heeft gewoon nog eentje gemaakt, maar nou de... Nou de echt de nieuwe, zeg maar. De nieuwe, ja. Nou is het achterweer. Nee, die staat daar in de die kast. Die staat daar in de kast. Ik pak die er even bij. Dat zou die hetzelfde zo... zijn? Ik pak hem gelijk bij. Want deze moet eigenlijk korter zijn. Oh, hij is wel mooi. Oh, hij is een beetje verbogen, denk ik. Oh, oei, hij heeft in de transport iets geleden. Kijk, deze mag op de grond, hè, die doos. Zo, maar deze is ook van ijzer, hè. Echt? Een beetje wel. Ik zal hem even recht maken, wel. Hé, hey, kijk aan, joh. Ook een stuk band erop en zo. Ja, deze is nog mooier, bijna. Haha. En twee stoeltjes erin, oh, hè. Oh, kijk dan. Haha, super vet, joh. Zie dan. Ja, hij is wel gedetailleerd wel. Ja, ja. Maar hij heeft ook twee stoeltjes. En een gasfles erin ook. Ook daar, oh ja. Ja, ja, ja. Mooi hoor. Dat is wel echt wel leuk. Ja, het is super tof, joh. Kijk dan. Wel, hij heeft wel echt goed opgelet ook. Hier, de gasaansluiting. Ja, 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 ja. Hij is helemaal in stijl hoor. Leuk, man. Oh, deze is ook misschien... Oh, ja. Ja, ja, hier is, is ook echt wel een mooi gedetailleerd model. Motor en alles erin, hè. Oké. Okay. Kijk dan. Haha, mooi, hoor. We hebben straks een heleboel van die modellen. Hé, hey, kijk hier dan. Oh. Een roze pakket ook weer, Derek. Dit ziet er spannend uit. Ja, maak maar open, hoor. Dit zou bijna weer eens voor jou, eigenlijk. Oeh. Ja, dat weet je nooit. Je weet het nooit van tevoren. Even kijken. Hoe zit dit dicht, joh? Maak maar open, hoor. Ja, hier langs. Hé, hey, hij gaat open. Ja, 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 ja. Oeh, dat komt goed. Zoep. Zo. En dan... Hij zit nog vast met roze tape. Hier, die moet je weghalen, denk ik. Ik denk oh, dat je het gaat dit hem ook is. Ja, ik moet hem ook gewoon eraf halen, misschien. Ja, het is gewoon afplaktape. Ik denk dat ik hem daar gewoon zo even doe. Daar ook. Ja, doe maar open hoor. Ik snij hem even door, goed. Zo. Tjoep. Oh. Even kijken. Oh, karton. Oh joh. Er zit niet één brief in. Oh joh. Er zitten een heleboel dingen in joh. Maar man, kijk aan joh. Even zien, ik begin er gewoon maar bovenaan. Master Milo en Dirk. Oh joh. Het is echt een heel... heel gezinspakket, denk ik. Inderdaad, joh. Iedereen heeft gewoon iets erin gedaan. Even kijken hoor.
Zo. Tekeningen erbij, denk ik. Oh. Even kijken. Van Fabienne. Voor Master... even kijken. Master Milo. Ik ben... even kijken. Emiel en Dirk. Kijk, daar ben jij ook getekend. Ja, ja. En een rood hartje. Even kijken. Ik ben... 5 jaar. Handtekening. Handtekening erbij. Ja, ja. Ja, dat is mooi gemaakt. Aan de achterkant staat een smiley. Die moet je ook even laten zien. Die moet zo, denk ik. Ja, die moet zo. Zo moet die natuurlijk. Nou, mooi hoor. Zo, die gaat bij onze tekeningen. Even kijk hier dan. Oeh, de tank. Ja, 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 inderdaad. Van Fabienne. Ja, Full Master, Milo en Dirk. Ik ben 5, staan erbij. Thank you. Thank you. En het is een tank natuurlijk. Met een hartje erbij. Nou, ja, dat is toch wel lief. Kijk, en een Irakese vlag erop, hè? Rood, wit, blauw. Ja. Dat is gewoon Nederlands. Nou ja, ook Irakees. Toevallig. Echt? Ja. Oh. Ja, ja, dat is serieus. Dat wist ik niet. Nee, maar ik wel. Oh ja, hé. Hey, hey, ik wil dan, ook een ja, dan, doen we, dan, doen, dan gaan we natuurlijk om en om doen, hè. Ik denk dat het echt een gezinspakket is, hoor. Ja, zeker. Ja, er zit een heleboel in, joh. Ik zal niet vooruit lopen op de zaken, maar er zit echt veel meer in. Oh, kijk aan. Dit is een grote... Dirk, Master Milo, Dirk, Danielle. Oh. Oh, kijk, een mooie tekening. Hey, maar en een brief. Beste Emiel en Dirk, ik kijk elke dag naar jullie video's. De tank vind ik het leukste project, plus de zelfbouwtank. Ik kan niet wachten tot de tank echt rijdt. De andere dingen vind ik ook echt super tof. Later wil ik ook technische dingen gaan doen. Papa is... Isabelle en ik gaan misschien een grasmaaier... kopen om werk op werk op marktplaats op marktplaats en hem proberen op te knappen. Ik hou van techniek. Op school, toen wij ook met techniek gingen werken, vond ik het superleuk. Groetjes, Danielle Vrijmoed, 9 jaar. Ah, oh, hier. Ja, ja, met een hartje erbij. Ja, dit is... nou, zoveel ja, meisjes zijn er niet die techniek leuk vinden. Nee, inderdaad. Dus dat is echt supergoed. Ja, dat kunnen we alleen maar toejuichen natuurlijk. De techniek is wel een goede richting om... Daar ga je geen spijt van hebben. Sowieso niet. Ik moet zeggen dat ik daar ook nooit spijt van gehad heb. Nou, ik heb wel spijt dat ik bij jou ben komen werken. Ja, dat is afzien. Maar ja, goed. Je kunt, niet iedereen treft het zo slecht in de techniek, hoor. Nee, nee, nee. Nee. Even kijken. Hey, oh, weer allemaal hartjes erbij, hè? Oh, dat is ook van Danielle. Even kijken, hoor. Even kijken. Papa, mama, Danielle, ik, Fabienne en Sebastian kijken altijd naar jouw video's. Even kijken. Voor Master Milo en Dirk van Isabelle Vrijmoed. Beste Master Milo, ik ben 7 jaar. Ik kan niet wachten tot de tank echt rijdt. Groetjes, Isabelle Vrijmoed. En met een hartje erop, hè, Master Milo en Dirk. Ah, zie je dat nou? Ja. Kijk dan. Hij is wel gebroken. Ja, dat is dan weer een beetje jammer. Ja, de liefde is over. Ja, ja, dat komt gewoon er altijd, dat je altijd zo zit te klieren, eigenlijk, hè. Ja, ja, doe maar zo. Ja, precies. Hey, kijk hier. En dit is natuurlijk de rolkaar, denk ik, hè, deze. Dat kan eigenlijk niet missen. Ja, mooi gemaakt wel. Zie je dat? Ja, dit is hem. Kijk maar daar, de wiel boven. Ja, zeker, zeker. Ja, ja. En dat zijn wij. Hé, ho, er zat nog meer bij, hè? Oh. En, kijk, een sleutelhanger voor jou, Dirk. Sleutelhanger, kijk. Een roze ook, natuurlijk. Dat kan ook niet. Hier, Dirk. Dat hebben ze van jou. Dirk. Nee, dat hebben ze van mijn zoontje. Die zei altijd, Dik ik. Kon de R niet uitspreken, Dik ik. Hé, hey, en ik heb er ook eentje gehad, hè. Oh, kijk ook aan. Wel een roze wel. Ja, ja, dat wel. Dat is, kijk. Hé, hey, maar fijn, wat, hè? Is dit nog? Het is ook nog een opgevouwen dingetje. Het is ineens nog een mooie kleurplaat, hoor. Dat is het. Even kijken, hoor. Brrr, zo. Oh, hier ook een tank. Oh.
thank you voor de video's. Ja, thank you. Thank you, ja. Dat is wel, kijk aan. Hij is helemaal opgevouwen, maar je kunt hem wel zien zo, toch? Oh, zo. Maar er zit nog meer in. Ja, hoor. Inderdaad. Hier zo. Dus, Oh! Ja. Dit is toch wel lekker. Kijk aan. Roze koeken. Lekker. Die komen van pas met de koffie, hoor. Groetjes. Lekker. Sebastiaan. Hoeveel jaar? 4 jaar? 4, denk ik, hè? Ik denk het, ja. Ja. De regenboog tank van Dirk. Heb jij een regenboogtank, Dirk? Nee, maar wat staat er nog bij? Uurloon. Dat denk ik niet. Laat het even zien in de kamer. Ik weet het ook niet precies. Nee, ik weet het ook niet precies. Ah, het is wel weer mooi gemaakt. Kijk, dat is de tank natuurlijk. Maar ja, dan alle kleurtjes. Dat kan ik waarderen, zo'n tank. Dat is toch mooi. Zo wilde jij die andere tank ook natuurlijk. Ja, hè? Maar dat mocht dan ook niet. Oh, kijk hier dan. Oh. Nee, dit is een... Oh, maar dit is een getypte... Ja. Oké, lees hem even voor. Beste Emiel en Dirk. Sinds Emiel het Master Milo YouTube-kanaal nieuw leven in heeft geblazen, kijken wij alle video's op de beide YouTube-kanalen. Wij zijn groot fan van jullie en wij kijken jullie video's altijd met de hele familie. 6 personen. Kijk. Dat is echt superleuk, hè? Ja, die zitten met z'n allen de video's te kijken, want dat is echt gezellig. In de werkplaats doen jullie altijd heel veel leuke dingen. Maar op kantoor of bij het koffiedrinken kan het soms wel een beetje saai zijn. Daarom, vind jij het saai met de koffie? Ja, met jou wel. Ja, maar sinds Bas er is toch altijd een stuk gezelliger. Ja, Bas is wel een stuk leuker, hoor. Ja, oké. Die maakt het wel gezellig. Ja, ik vind het alleen niet zo leuk hier, hoor. Even kijken. Daarom hebben wij voor jullie een Master Milo bordspel gemaakt. Met dit spel kunnen jullie terugkijken op de avonturen die jullie hebben beleefd. En in het spel kunnen er ook dingen gebeuren die niet echt gebeurd zijn, maar die jullie wel aan het lachen kunnen maken. Jullie kunnen het spel spelen met collega's. Maar jullie kunnen het ook thuis spelen met de familie van Emiel. Wij hopen dat jullie er veel plezier aan beleven. En we zouden het leuk vinden als jullie een klein stukje filmen van als jullie het spel aan het spelen zijn. Wij hopen dat jullie nog heel lang doorgaan met jullie projecten. Zodat wij op YouTube nog lang van jullie video's kunnen genieten. Naast het spel zitten er nog tekeningen en brieven bij die de kinderen van jullie hebben gemaakt. Ten slotte nog een paar vragen. Waar komt Dirk vandaan? Ook uit Baarle-Nassau? Nee. Ik kom uit Zuid-Holland, bij Gorinchem in de buurt. Dirk houdt heel erg van roze, maar houdt Dirk ook van roze koeken? Want wij hebben een pak roze koeken bijgevoegd voor bij de koffie of bij het spelen van het spel. Ja. Ook roze koeken zijn lekker, hoor. Ja, lekker, hè? Ja, hebben wij ook wel eens zo tijdens de... We hebben een beetje afwisseling. Ja. Ook wel eens roze koeken. Dat klopt. Ga zo door, jongens. Helemaal top. Groetjes, familie Vrijmoed uit Oosterhout, Noord-Brabant. Paula en Roderick, Danielle, Isabelle, Fabienne en Sebastiaan. Hey, nou, dat vind ik wel top, hoor. Gewoon van de hele familie. Dat is echt super, hè? Ja, hey, maar kijk hier dan. Ze hebben echt een bordspel gemaakt. Daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Ik weet al wat jij vanavond gaat doen, hoor. Oh, dus dat. De spel. Ja. Oh, kijk hier, een foto. Kijk aan. Oh, met de trui ook? Ja. Ja, die wil ik ook even zien zo. Laat die mij even zien. Kijk hier zo. Oh, kijk aan. Ja, dat is kijk aan. Ja. Zo. Even kijken, de spelregels hoor. Master Milo bordspel, spelregels. Hey mensen, top dat jullie dit spel spelen. Dit is het nieuwe... Dit wordt misschien wordt het eentje voor de webshop, hè? Wie weet. Ja, dan kunnen we die gewoon maken. Dit is het nieuwe... Kijk aan. Dat is echt... Er zit gewoon Master Milo geld bij, weet je? Ik schildert de hele werkplaats roze. -5000 volgers. Dit is wel echt leuk. Hij is ook gewoon echt roze gemaakt. Even kijken, dit zijn echt hele spel. Ik ga weer... Oh joh, hier, kijk dan. Dat is grappig, zo de werkplaats. Tankmotor loopt. Plus 15.000 volgers. Brul, 3 plaatsen vooruit. Dat is echt grappig. Dirk begint zijn eigen YouTube-kanaal. -25.000 volgers. Dat is echt grappig. Die kaartjes zijn echt pret. Kijk, daar staan ook overal plaatjes op. Ja, dit is echt geweldig. Hier.
Je moet ook even kijken bij dat jij je eigen YouTube kanaal begint. Dat is dan ook roze en zo. Hè? Ja, dat is alles roze. Hier allemaal projecten. Plus. Ja, ja. Jebbelbank afgerond, superleuk. Of dat er nog meer grappige tussen zitten. Ze zijn allemaal grappig. Ja, het zijn afgeronde projecten ook. Ja, hier. Mulo verliest met zijn bordspel min 5000 volgers. Wacht, dit is een... Ik ga eens even bekijken hoor. Dit zijn echt grappig. De gas M20 loopt. Dit zijn echt allemaal... zijn allemaal hoogtepunten. Dit zijn zo. Allemaal projecten. Tankje Zandstraat, chef stunt uit. Er zit ook... Oh, YouTube stopt met uitzenden. Min 25.000 volgers. Ga terug naar het begin. Oei, dat zou echt niet goed zijn. Luca wordt ontvoerd. Ja. Indy stopt als sponsor. Min 10.000 volgers. Oei. De Ford Mondeo wordt afgekeurd. Ja. Oh ja, inderdaad. Ja, min 5. Luca loopt weg. Min 1000. Wasapparaat wordt gestolen. Oei. Master Milo gaat te lang op vakantie. Min 10.000. Ja, jij bent de laatste die een vakantie had. Jij was gisteren wel een hele dag weg. Doe maar zo. Ah, Diesel gaat dood. Ja, ja, min 10.000 volgers. Het gaat drie plaatsen terug. Het regent. De verf van de tank gaat eraf. Dat is echt grappig, want dat is echt vrij recent gebeurd, zeg maar. De verf ging er wel niet af, gelukkig, man. Dat wist ik niet. De verzekeringsmaatschappij keert niet uit. Ja, vijf plaatsen terug. Of drie. Inderdaad. Dit is wat geweldig. Is dit hier trouwens? Ja, Master Milo heeft geen tijd om video's te editen. Ik vind deze wel mooi. Kijk dat gezicht er ook bij. Ja, dit is al wel echt grappig. Even kijken, joh. Even zien. De winnaar van het Master Milo bordspel is de speler die bij aankomst in het Master Milo werkplaats het hoogste aantal abonnees volgers heeft verdiend. Het spel is afgelopen als alle spelers zijn aangekomen in de werkplaats. Leg het spelbord open op tafel en plaats voor iedere speler één speelfiguur op het startvlak. Iedere speler begint met 50.000 abonnees / volgers, dus geef iedere speler 10 abonneekaartjes. Schud de eventkaartjes goed door elkaar en leg deze blind op tafel. Het spel begint. De dobbelsteen bepaalt wie mag beginnen. Wie het hoogste ogen gooit, begint met dat aantal ogen. Daarna is de speler links van hem en zo verder. De speler die aan de beurt is, moet zijn spelfiguur verzetten. Het aantal ogen wat hij heeft gegooid. Wanneer een speler op een vakje met Master Milo logo komt, vindt er een gebeurtenis plaats en moet de speler een eventkaartje pakken. De events op de eventkaartjes bepalen het verloop van het spel en bepalen het aantal abonnees / volgers wat de spelers kunnen verdienen. Slaan. Op een vakje mag slechts één speelfiguur staan. Als een speelfiguur op een vakje, op een bezet vakje eindigt, slaat hij de aanwezige speelfiguur. De geslagen speelfiguur keert terug naar het startvak en geeft de speler die hem geslagen heeft 5000 abonnees. Einde van het spel. Voor de speler die in de werkplaats eindigt, is het spel afgelopen. Als een speler niet het aantal ogen gooit om in de werkplaats terecht te komen, moet hij de volgende beurt afwachten om het opnieuw te proberen. Als alle spelers zijn aangekomen in de werkplaats, is het spel afgelopen. Als alle spelers tellen dan het aantal verdiende abonnees en de speler met het hoogste aantal abonnees heeft gewonnen. Bedankt voor het spelen van het spel en tot de volgende. Ja, dit is echt leuk gemaakt hoor. Dat moeten wel... wij wel even een keer gaan spelen. Dat moeten we straks even doen. Kijk hier dan. Het is ook echt helemaal echt netjes helemaal in zo'n speldoos geknutseld. Hè? Ja, of het is een schoenendoos die ze een beetje ingekort hebben. Nou, dat weet ik niet. Volgens mij is dit van een... Oh, heb je die figuurtjes trouwens ook gezien? Oh, zijn dat echt... Oh. Ja, ja, ja. Kijk hier dan. Ah. Diesel zit er ook Diesel bij. Diesel zit er ook bij. Dat is toch echt super vet. Dat is wel echt wel super mooi gemaakt hoor. Die werkplaats vliegt in brand. Kijk. Ja, ja, ja. Dat is mijn poppetje. Oh, oh, oh. Oh, wacht ja, even. Ja, ja, zelfs ja. Zelfs jouw vriendin doet mee in dit spelletje. Hé, hey, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dan moet ze eigenlijk wel meespelen dan. Oh, kijk hier. Luca doet ook mee. En kijk deze. Wie is dit? Hé, hey, het is Bas. Bas doet mee met het spelletje. Ja, ja. Kijk, Andy's hond natuurlijk niet te vergeten. Ja, ja, ja. Oh, dit is echt leuk gemaakt hoor. Het is echt super vet. Ja, dan moeten we straks even een potje doen eigenlijk wel, hè.
Ja. Ja, ja. Oké, okay, maar we moeten nog gaan. Wacht, we moeten nog een paar dingetjes uitpakken, ja. Dat is toch vet, hè? Die, nee, moeten, ja, we, die moeten we eigenlijk een apart videootje van maken, dat we dit spel doen. Dat is wel echt mooi gemaakt. Leuk, hè? Hé, even kijken. Nog een pakket. Maar dat is mijn beurt dan. Ja, ja, dat is goed. Dat is een groot pakket ook. Kijk hier. Oh, oh joh. Dat, ja, is niet een klein pakketje. Bakker, ja, hier is het mes. Wat zou erin zitten? Ja, dit is echt groot. Ik ga er even bij staan, hoor. Pas op, hè. Jij vindt het eng, hè? Er staat een Lego poppetje op, hè. Maar dat is er wel, dat hebben ze er wel naar de rand opgeplakt. Zo, dat kan ook een gebruikte doos zijn, hè? Dat is ook mogelijk. Ja, je vindt het spannend, hè? Ik ben benieuwd wat erin zit. Oh! Oh, oh joh! Wat is dat, joh? Oeh, er zit nog veel meer in. Oh! Oh! Ik heb het gezien! Oh, en ik wil het ook zien! Hey, ik weet het al. Oké, okay, hij weet het al! Kleine pakketje wat voor dikke! Nou vind ik het wel... Ja, je zei het al. Je, ja, hebt het al gezegd. Ja, had ik het goed? Ja. Ik zag een Lego poppetje. Ik zei, daar zit gewoon een Lego tank in. We gaan eerst dit openmaken. Zit er een Lego tank in? Wie weet. Wat is vet. Wat is dit? United States Postal Service. Ja, dit is wel een ding, hoor. Ik weet komt dat echt zo van zover? Ja, of het is een gebruikte doos. Dat kan ook. Ja, mogelijk, want het is natuurlijk een doos. Oh, joh! Zou het... Het is in afstand stuurbaar, hè? Niet. Zo. Kijk dan. Hoi, jong! Wow! Hou je mijn das? Dat is bruut. Wow. Dat is echt een... Dat is gewoon... Dat is geen goedkope doodje, hoor, dit. VL-trains. Ik denk dat het daarvan is. Ja, ja. Ja, ik zie daar al Lego. Lego-treinen zijn echt super tof. Hi, hello, Master Milo en Dirk. Wacht even kijken. Oh, oké. Okay. Oh. Fijn dat jullie mijn brief lezen. Ik heet Jordi, ben 20 jaar en heb de opleiding elektromechanica gevolgd. Dus toch wel een handige opleiding. Ben nu aan het werk als elektricien. Dus eigenlijk ligt die mechanica daar maar wat. Of toch niet? Ik heb een BMW E36 met bijna 5 ton op de klok. En die zou ik graag ook gaan halen. Dus onderhoud is alles. Die microbe van techniek is vroeger begonnen met Lego. Maar wie niet, hè? Dat, ja, is, dat ik is heb zo. Zoveel Lego. Joh. Ik kan niet wachten tot die jongens van mij oud genoeg zijn dat we de gewone Lego tevoorschijn kunnen halen. Maar ik heb nou keiveel Duplo. Oké. Okay. Treinen ook. Ja, 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 zeker. En die is er nog steeds. Ik heb een hele hoop Lego treinen. Modellen die je kent uit dagelijks leven. Als modellen van Lego zelf. Hier heb ik enkele afbeeldingen in de bijlagen en nog meer foto's. Ik heb ook een YouTube kanaal genaamd VL Trains, waar ik goedkoopste Lego treinen koop en review. Natuurlijk komen deze hierboven ook aan bod. Heel mijn kelder ligt vol treinen, sporen, dus pret zeker. Zie foto's in bijlagen. Maar zoals jullie al gezien hebben, zit een tank in de doos. Dat hebben we nog niet gezien. Ik dacht die het al. Die is voor jullie. Bij mij staat hij toch maar te verstoffen. In bijlagen de handleiding om het kanon te herladen. Of deze video waarbij ik de volledige werking uitleg. Hey. Kijk, dat is de tank dan. Daar staat ook hoe doen. Kijk, we moeten eventjes... Even laten zien, hoor. Dat zijn allemaal Lego treinen. Oh, zou dit... Mijn Lego City... Oh, kijk hier. Zien? Hij heeft gewoon een Lego dorp, hoor. Dat is toch vet. Kijk hier. Kijk eens hier. Ja. Nog meer. Hij heeft ook veel rails. Dat is wel duidelijk. Hij heeft echt... Kei veel rails en hij heeft gewoon een heel dorp gebouwd. Oh, dat is zijn kelder. Volgens mij is heel die kelder. Ja, heel die kelder ligt gewoon vol met Lego. Haha. Hier van een paar batterijen. Ik repareer kapotte powerfuncties. Ik repareer kapotte powerfuncties. Ja, ja, ja. Maar nu natuurlijk het spannende van alles, hè? Ja. Hier, dit is het. Oh. Nou, nog meer. Hop.
Hey! Hij duurt er zo lang. Ik heb in ieder geval de afstandsbediening al. Wow, dit is echt bizar. Kijk hoe vet dat die is, jongen. Oh, kijk hier dan. Hey. Die is bruut. Zie hoe groot. Oh, dat is vet, man. Hier, er zit nog meer bij. Oh. Het is volgens mij een heel groot tasje. Het is bubbeltjesfolie. Ik denk dat dit... Dat is bubbeltjesfolie. Maar nu, want deze kan je aanzetten. Nee, we moeten even de video kijken. Oké, of gaan we niet de video kijken? Kijk, ik ga gewoon knopjes drukken, maar zitten er wel batterijen in? We moeten even kijken. Ik zie een motor. We moeten dan toch ook ergens de knop hebben. Daaraan. Hieronder zit van alles. Oh, dit is hem. Hierzo. Ik heb dit. Hey, die doet het al. Maar deze. Wij hadden vroeger. Oh, hier. Oh! Wow! Oh, kijk dan. Maak het niet gelijk kapot, hè? Wacht. Ik wil ook even spelen. Hoppa, zie je dat? Dit had ik vroeger ook willen bouwen, hoor. Hey, wat is dit eigenlijk? Ja, daar kan hij mee schieten. Oh, dat schiet hij af. Ja, doe eens. Nee, dan moeten we even kijken. Wacht. Oh, dit zijn functies. Ja, wacht dan moet je even kijken welke die hij heeft. Oh, ik heb het al. Kijk hier. Oh, hij is alweer stuk. Wacht. Oh, Dirk. Hoe zou die eronder, denk ik? Dat hing eronder, denk ik, ja. Wacht nou even, maak het niet kapot. Ja. Schiet eens. Ja, dat zal deze zijn, denk ik. Of naar beneden, doe eens naar beneden. Zal ik nog? Dat is schieten, ja, zeker. Andere kant op, dan wint hij hem op, denk ik. Maar we moeten even kijken hoe dat moet. Het staat hier namelijk in. Oké. We moeten hier een pin eruit halen. Ja, hier zijn pinnetjes. Wacht eventjes. Het is hier een dingetje, dit of zo. Even goed kijken. Ja, volgens mij dit dingetje. Ik denk deze. Die moet eruit zo. En dan moet dit naar voren of zo. Kijk, en hier zitten de pinnetjes. Oh. En dan? Oh, er zit een heleboel in. Kijk dan. Moet ik deze dan er ook erbij? Maar ik weet het niet zo goed. Maar ik denk dat die eigenlijk gewoon al geladen is, hoor. Ik denk het ook. Ik denk dat deze, kijk eens, die kan, die moet je draaien, zo. We gaan even kijken. Oh, hier joh! Je moet ze vastklikken. Oh, pas op. Anders gaan we meteen schieten. Oh, wacht. Wacht. We gaan het testen. Ja. Oh! Hij schiet! Hij wordt beschoten! Oké, we gaan ze allemaal erin doen. Je moet hem even laden. Je moet wel met dat pinnetje, je moet ze wel op de goede manier erin doen. Dat snap ik, anders schieten ze er niet uit, hè? Dus je moet haakjes naar boven, denk ik. Ja. Zo? Ja? Ja. Dit is toch een vet ding, hé. Kijk eens. Ah, ja, maar dit is wel... En dan maar dit zo, oh ja, die moet je wel zo klappen. Oh, je hebt niet meer zeker, dit zijn ze. Nee, dat waren er. Er waren er twee echt die er los bij zaten. En dan moet je zo klappen en dan... Dan komt die tenminste altijd hier aan de voorkant eruit. Zo. Oké. Oh! Mojo. Jij gaat even op Bas schieten. We gaan Bas. Oh, hij kan niet verder, maar dan kun je nog een beetje... Oh, dat... Je moet natuurlijk altijd van voren, hè?
Ja, maar je staat nou, hij kan nou, je hebt je panzer wel nou, niet naar hem toe staan. Je moet eigenlijk even heel de onderkant even omdraaien. Je moet altijd zorgen dat je de voorkant van je panzer richting je vijand houdt. Ja, dat hoppa! Hans schiet er zo de reng daar, die Bas. Hij kan natuurlijk niet helemaal rond, want er zitten draadjes in, zeg maar. Ja, er zit geen rotator in. Nee, nee. Ja, dit gaat goed. Nee, hij moet wel echt, echt... Oké. Schieten! Ja. Bam! Ik heb niet zo niet werkt, dus... Hij gaat hard, jongen. Ja, ik ben... Bam! Het was dus een voltreffer. Een voltreffer, ja. Oh, no. Daar, hoppa. Hij is best zuiver ook. Hij is leeg, denk ik. Oh, jammer. Ja, dat ging bijna hoog. Nee, Bas, geef ons een munitie terug. Ja, dat is echt zoeken. Dit is echt een geweldig ding. Wat is het? Hè, zit er geen meer in, hè? Wat is toch mooi, joh. Ik vraag me af of dat... Oh, we hebben er één. Ja, we kunnen volgens mij kun je ook gewoon zo laden. Jawel, dat gaat wel, denk ik. Je kunt er alleen niet zo makkelijk bij. Nee, je moet gewoon de loop helemaal omhoog. Oh, kijk, die Bas die... Ja, maar meer dan dat ga ik je niet geven. Heb je er nog meer? Ja, onder de tafel. Dus Oh, die moeten we zo meteen hebben. Ja. Het is echt wel een mooi ding, man. Hij staat op scherp. Als hij ze wegschiet, dan zijn we ze kwijt. Oh. Oh. Ja, je vindt het wel leuk aan mij, hè? Nee, ik wilde hem terug inklappen, zeg maar. Ja. Nee, dan moet je hem even eentje naar beneden. En welke was dan schieten? Oh, zo ja. Die kraakt wel een beetje. Ja, daar moeten we eens even naar kijken, want volgens mij hoort dat niet. Dit is toch wel stoer, joh. Kijk dan. Dit is echt... Oh, maar we hebben gewoon een afstandsbestuurbare tank gekregen. Dat is toch vet. Van Lego. Het veert ook echt, ja, hè? Al die rupsen en alles. Dat is mooi gemaakt, hoor. Er zitten veertjes in, inderdaad. We moeten wel zorgen dat we hem niet meer uit elkaar halen, want... Dan moeten we zorgen dat die jongens van mij hem niet zien. Dat lijkt me verstandig. Echt, hè? Dit is wel bruut, joh. Er zitten echt veel motortjes in. Moet je kijken. Ja, er zijn er twee voor de wielen. Eén voor het draaien, één voor het schieten en één voor het omhoog en omlaag zo gaan. Dus er zijn er al vijf dan. Ja, hier zit, kijk hier, daar, maar hier zitten ook, wat zijn dit dan? Dit zijn de motortjes voor het draaien. Ja. Maar wat zijn dit dan? Dat zijn de ontvangers. Is dat een ontvanger? Ja. Dat weet ik nog, want ik had vroeger ook zo'n afstandsbediening. Oh, en wat is dit dan? Dat is een batterij. En als je hem uitzet, moet je deze in het midden zetten zo. Ja. Dat is een mooi ding, man. Zo. Vet. Wat? Hebben we nog stroom of niet? Ja. Het was even zo. Oké, maar zo. Nu moeten we toch het laatste pakket. Ja, inderdaad. Doen. Zo, we zijn wel verwend, man. Ja, dit is echt bizar. Dat is wel een mooi ding, hè? Hier. Zo. Wat bruut. Oké, maar we zijn er nog niet. Wat is gewoon nog een pakket? Poeh. Ja. Even kijken hoor. Maar we hebben zoveel dat het mes gewoon kwijt is. Nee, ik heb het mes. Zo, we hebben echt veel post gehad, hè. Ja, en ook echt een mooie ding, hè. Moet je kijken, hè. Dat is toch chic. Oh, je kan hem ook uitzetten, de zender, hè. Oh ja? Ja. Het is niet dat hij zelf uitgaat. Ja, als de batterij leeg is misschien. Want het lampje is, dat is geen lampje of zo. Kijk maar hier. Nou doet hij aan en nou is hij uit. Oh ja, inderdaad. Oké. Even zien hoor. Een brief erbij. Hey Emiel, Dirk en Bas, top. Dat jullie dit lezen. Mooi dat het al lekker opschiet met de bouw van de tank en het ziet er goed uit. Ook het spuitwerk is vakwerk. Nu heb ik in mijn verzameling ook eenzelfde type 69-2 tank, zoals die van jullie, maar dan alleen een maatje kleiner. En dacht, deze kunnen jullie ook wel in elkaar zetten voor in jullie verzameling. Heb er een paar Russian Tank Crew bij gedaan, alleen de verf van Hempel. Oh ja, daar hebben jullie zelf nog wel genoeg van, maar dat komt wel goed. Succes nog verder met het bouwen van de tank
En Bas, goed bezig met de camera. Topwerk. Groeten, Menno uit de Achterhoek. Hey. Ja, dat maar, is denk ik gewoon een bouwpakket. Ik denk het ook, want dat is ook leuk. Oh, kijk aan, joh. Oeh, joh. Oh. Ja, zei hij. Dat is brute. Kijk hier dan. Dat zijn de crew. Wat is dit dan? Dat is volgens mij de lijm. Oh, dat is dus gewoon compleet. Ja, maar dat is echt vet. Maar kijk eens hier. Dat is... Dat is bruut. Daar had ik alles naar zitten kijken. Kijk hier dan. Nou. Dat is echt chic. Vet, man. Wauw. Mooi, man. Dat is echt vet. Oké, okay, nou, goed. Ja, ik ga knutselen, jongens. Bedankt voor al deze... Zo, ja, man. Wat zijn we toch verwend, hè? Ik ga even erin kijken. Hoor. Even erin kijken. Dan moet je hem openmaken. Laten we dat even doen. Ga je die ook echt in elkaar zetten? Ja, wel, natuurlijk. Dat was toch kei leuk, man. Vroeger bouwde ik vaak van dit soort dingetjes. Dat dacht ik al. Ja, dat vond ik leuk. Ik heb zelfs nog Warhammer poppetjes gehad. Wat zijn dat? Dat is eigenlijk een soort van spel met van die poppetjes. Maar ik vond die poppetjes gewoon erg leuk om te schilderen en zo. Ik speelde het spel nooit. Ik schilder alleen die poppetjes. Kijk hier dan. Oh. Daar zitten ook die rekken in, hè? Ja, maar die kunnen we ook gewoon meten, want dit is gewoon op schaal, hè? Dat is zo. Maar ja, je kunt nou niet heel duidelijk zien of het nou hoeklijn en strip is en zo. Nee, dat is... Zo, maar dat is wel echt vet, hoor. Hey, kijk nou. En de rupsbanden zijn los. Oh. Ja. Oeh, maar ja. Dat is wel vet, hé. Mooi, hoor. Zo, deze is wel compleet. Kijk, ook de buitenste brandstoftank zie ik allemaal al liggen. Dat is toch mooi, man. Kijk hier, joh. In elkaar zetten dan. En gewoon een figuurtje erbij, hè, hier zo. Dat is toch wel echt super tof. Ja, dat is echt gaaf, ja. Zo, maar dat is ook geen... We zijn echt wel verwend deze keer. We ook, hebben hè? Veel... Een mooi bordspel, een dat tank, is echt bruut, gewoon joh. Een bouwpakket. Man, waar worden wij verwend? Ja, dat is niet normaal, hè? Ik word er bijna verlegen van, zo. En een roze bril, hè? Ja, niet te vergeten een roze bril. Zo, nou, wat een cadeau allemaal. We hebben echt mooi veel shirt. Gehad. En ja. Shirts, ja... Het heel is gewoon... mooie tekeningen, roze koeken. Ja. Hier, en nog de rolrollen. Nou. Ja, dit is echt niet normaal. Kijk, man. Potverdikke. Nou, ja, mensen echt super bedankt natuurlijk voor al deze dingen. Het is echt hartstikke mooi wat we nou weer gehad hebben. Dus, ik snap niet waar we dat aan verdiend hebben. Ja, dat is dat echt is vet. Echt niet normaal, maar, hoor. Maar wil jij nou ook iets sturen? Dat kan dan natuurlijk, hè. Want dit is onze postbus. Ja, goh. Nou. Ja, nee, ja. Bedankt dan voor alles. Ja, hartstikke bedankt. En bedankt voor het kijken naar deze video natuurlijk. En tot de volgende.